Vroeger werd altijd op zondag in de zomer de Goossens Cup gevoetbald. Dat DKV Goossens deed het organiseren. En dat was alleen voor de horeca op de Grote Markt. Dat was leuk onder elkaar. En een paar weken geleden kwam Mark Hellegras naar mij toe. En die wilde graag een nieuw leven daarin geblazen. Dat wilde ik best wel goed doen, maar het was een beetje natuurlijk, kunnen we dat wel maken omdat het van een collega café is ontstaan. Maar dat hebben we eigenlijk een beetje opzij kunnen zetten en dat wilde ik eigenlijk heel graag doen. En dan maar dan meer dagen, wat professioneler, wat veiliger, want toen werd dat op die keitjes hier gevoetbald. Nou komt echt een mini-stadion met kunstgras. Verschillende doelgroepen komen aan bod, dus het is een heel breed toernooi wordt het. Nou, we hebben besloten om een divers programma op te stellen waarin we eigenlijk alle doelgroepen aan bod laten komen. Zo is de donderdag ingericht op studentenvoetbal. Daar is nog altijd de mogelijkheid om je voor aan te melden via onze website www.supercup-nijmegen.nl. Nou, daarnaast hebben we de vrijdagmiddag komt er walking voetbal aan te plas. Dat is 60-plus voetbal waarbij er eigenlijk op wandeltempo gevoetbald wordt. Er geen versnelling in het voetbal opgenomen mag worden. Ook een heel leuke manier om die doelgroep ook onder de aandacht te brengen. Vrijdagavond zullen wij Horeca Nijmegen aan bod laten komen. Daar zal veel horeca uit Nijmegen zijn deelname op het veld doen presenteren. Nou, zaterdag, zoals al eerder aangekondigd, zullen wij met het bedrijventoernooi starten. Waar onder andere veel bedrijven uit Nijmegen mee doen. Maar ook de NEC All Stars hun opwachting gaan maken. Alleen op zaterdagmiddag hebben we geen programma, want er staat de weekmarkt er. Dus dan schuiven we een stukje in. En dus op zaterdagmiddag hebben we geen activiteit. Maar als de markt 's avonds weg is, dan kunnen we weer uitbreiden. En dan kunnen we weer van start gaan. En op de zondag hebben wij nog Horeca Grote Markt die het toernooi gaan afsluiten op die zondagmiddag. Omdat ik dus graag dat mini-stadion wilde hebben. En dat kun je voor één dag te huren is eigenlijk dat is niet te doen. Dat kost veel te veel geld. Dus we hebben een sponsor erbij kunnen vinden. We hebben boarding verkocht en die proberen we nog steeds te verkopen. Zodat het veld eigenlijk zichzelf opbrengt. En de rest hebben we inschrijfgeld nodig van de teams. En kopen we de prijzen van. Komt er een DJ, er komt lichtmasten, er komt van alles wat bij kijken natuurlijk. Een sporthal waar de mensen ook kunnen omkleden en douchen. Dus er komt wel wat bij kijken natuurlijk en vandaar wil ik het wat over meer dagen uitstrepen zeg maar.